Warme klanken, swingende muziek en een boodschap. Nog een paar weken repeteren en dan staan de acteurs ook echt op de planken. Vandaag kwam de cast voor de eerste keer bij elkaar. Ja, daar gaan we. Ze waren nog niet eerder met z'n allen bij elkaar. De volledige cast van de musical. Ik loop hier, maar ik weet niet of ik droom. Of is het waar? Ik ben een beetje in de war. Het enige wat ik me nog herinner is die brief die ik heb ontvangen. Een uitnodiging voor een theatervoorstelling. Ik vond het vreemd, omdat de voorstelling geen naam, geen titel had. Ik heb gegoogeld naar het theatergezelschap De Hoven. Ik kon niks vinden. Dit heeft mij nog nieuwsgieriger gemaakt. Tja, zo ben ik. Oh, oké. Hier ergens moet het zijn. Oh, ik moet nog zeggen dat ik ook geen duidelijk adres heb. Beetje onleesbaar. Is het hier? Nee. Wacht, volgens mij... Nee, ook niet. Hé? Waar is het dan? Even kijken. Nummer... Ja, klopt. Het is hier. Pira! Vreemd. Ik wil een beetje komen. Ja, hallo. Ik kom voor de theatervoorstelling. Ik wel. Ja, dank u wel. Vreemd. Het ziet er niet uit als een theaterzaal. Maar ja... Wie weet, dan maar even bellen. Hallo? Wat het is? Wie zijn jullie allemaal? Wat doe ik hier? Hé Richard, ga jij dat vertellen of moet ik het doen? Ik doe het. Nou, het is een museum. Wat? Een museum? Nou, hij bedoelt een theater. En nu even serieus. Oké. Ik ga het even uitleggen. Nou. We hebben nog geen theater, maar dat komt wel. Ja, dat komt wel. It's on the way, baby. Wat? Een museum? Een theater? Een theater die nog komt? Wie zijn jullie allemaal? Wij zijn de bewoners. Acteurs. Dit is absurd. Wie heeft me deze uitnodiging gestuurd? Oh ja, die uitnodiging? Oh ja, die uitnodiging. Wij hebben jou uitgenodigd. Ja. Dus? Ja, dus wat? Een voorstelling? Waar is de voorstelling? Waar zijn de acteurs? Het publiek? Wij zijn de acteurs. Dat heb ik al gezegd. Je zit al in een voorstelling. Het publiek is daar. Waar? Daar. Wat betekent dit allemaal? Ik wil in het publiek zitten. Jelle, je bent nog niet online. Niet online, maar zo meteen wel live. Nee, dat kan niet, want je bent nog niet online. Maritza, kijk. Theater, mens. Laten we beginnen vanaf het begin. Wie ben jij? Wie ik? Ik ben Nesky. Ik ben 22 jaar. Muziek is mijn passie. I was 5 years old when dad gave me the mic first rhyme, been told. I'm the bomb, every single line explode.
Blow, I made music till my eyes get closed. Every song gave me the feeling that I am close to the victory. This is me, you and I know I'm writing history. Yeah. Thank you. Thank you. Wie ben jij? Of ga je ook rappen? Ah, 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 ik ben een promo-profeet. Iedereen, ik ben Mariam. Ik ben 50 jaar. Ik ben vrijgezel. Ik heb 2 kinderen. Ik doe verhaalatelier. Ik ben actief in de buurt. Ik doe filmen, leef in de wijk, bij de hoven. Ik sta nu hier ook. Dat is alles. Wie ben jij? Wie ik? Ik ben Alice. En weet u wat ik van hou? Ik hou van koken. Ik hou van het leven. Ik hou van natuur. Ik hou van dansen. Ik hou van even wachten. Van zingen natuurlijk. Let op. En jij? Tot wie ik ben? Ik ben Richard. Ik hou van muziek maken. Als voor mij. Ik vind het allemaal grappig. Muziek maken en muziek spelen. Daarnaast hou ik van... fotograferen. Dus even lachen naar het vogeltje. Daarnaast heb ik de laatste tijd nog een hele andere passie gevonden. Namelijk... Tegenwoordig speel ik ook nog toneel. Mooie verhalen allemaal, maar... wat hebben jullie eigenlijk allemaal gemeenschappelijk? Wij wonen samen. Wij wonen samen in de week. Ja, oké, maar waarom zijn jullie samen en wat doen jullie hier? Zijn jullie een soort van theatergezelschap? Nee. Jawel. Hoezo wel? Ja, we zijn toch acteurs? Acteurs. Acteurs wel, maar nog geen theatergezelschap. Ja, je bedoelt nog niet. Het is zo, we gaan een theater starten. Waar? Hier? Ja, hier. Dus als ik het goed begrijp, dit wordt jullie theater. Niet jullie, maar die van jou ook. Ons theater. Hoe bedoel je mijn theater? Precies wat je zegt. Jouw theater. Word ik nu gevraagd? Ben ik zo bijzonder? We zijn allemaal bijzonder. Heel de wijk is bijzonder. Daarom hebben wij besloten om het theater te starten. Hier kun je je verhalen kwijt. Je dromen. Je passie. Je ambitie. Je geloof. Je hoop. Je frustraties. Theater voor en door bewoners. Wow, klinkt echt goed jongens. En wanneer start het? Nu. Hoezo nu? Vanaf vandaag. We zijn al begonnen. Toch het publiek achter je. Dit gaat te snel voor mij. Wat gaan we doen? Of gaan we spelen als het gordijn open gaat? Geen paniek. Richard, geef haar een script alsjeblieft. Wat script? Dames en heren, jongens en meisjes, pubers en kleintjes, over 10 seconden begint de voorstelling. Lief telefoons en vooroordelen uit te zetten. Wij danken u voor uw medewerking en begrip. Wat moet ik met dit script? Je hoort het, over 10 seconden begint het. Wat moet ik nu? Daar staat alles op. Oh, goedemiddag dames en heren. Welkom bij theater De Hoven. De Hoven. Wij gaan voor jullie... Wat? Lees, daar staat alles op. Wat? Lezen? Je script? Hey, fuck out dan. Doe je het nou expres of ben je nou zo... Oh, yeah. Niet luisteren naar de rest, gewoon. Alsjeblieft, gewoon je script lezen. Vertel me, komt goed.
Geachte gasten, ik zal me voorstellen. Mijn naam is... Evelien. Oh, dat is mijn naam, jongens. Ja, dus? Jullie wisten dus dat ik zou komen. Juist. Aan mij de eer om aan u de opkomst en de start van het theater De Hoven aan te kondigen. Het was een grote wens, lang traject, maar het is gelukt. Met dank aan de gemeente, Kompunt Wonen, Stichting DOC en nog andere partijen is het ons gelukt. Waar komt het applaus vandaan, jongens? Ik zie niemand in het publiek applaudisseren. Hey, dat mag hoor. Klopt niet erg enthousiast. Maar ja. Vanaf september gaan wij in de wijk een theater starten met eigen producties. Wil jij meer weten en wil je meedoen? Ben je van harte welkom. Ga dan snel naar www.theaterdehoven.nl. Tot ziens! Ahmed! Ahmed! Wat is... Ik zoek mijn zoon. Oh, theater.